Hoe voelt het nou om gitaar te spelen op zelfontwikkelde energie? Ik vind dat gewoon echt fantastisch. Ik bedoel, ik word daar helemaal blij van. Zo van, jongens, ja, het kan best. Ik bedoel, we hoeven echt niet allemaal afhankelijk te zijn van die olie en van de steenkool en van het gas. We hebben gewoon alternatieven die heel echt zijn. Die gewoon zo echt zijn zoals de zonneauto op zonne-energie rijdt. Of onze bootjes in Friesland op zonne-energie aan het varen zijn. Of de windmolens of noem maar op. Mensen moeten begrijpen dat het kan. En eigenlijk volgt er ook uit dat wat we echt nodig hebben is dat iedereen zegt het moet. Hè, als morgen alle mensen in Nederland, en die vrijheid heb je gewoon, zeggen van wij willen een schoon Nederland in 2050. Echt helemaal gewoon, punt. Dan gebeurt het ook. Zou dit nou ook nog een toegevoegde waarde kunnen zijn om bijvoorbeeld een festival als Lowlands goedkoop te maken, waar u zelf ook over milieu heeft gesproken? Nou, natuurlijk. Ik laat dus dinsdag zien dat Jan Akkerman speelt op windenergie. Ik hoop, ik weet wel zeker, dat daardoor zelfs de muziek mooier is. Het is gewoon, mensen die worden gewoon meer blij als het zo gaat. En zo sta je dan op een dag in augustus 2007 in Groningen gitaar te spelen op schone energie uit een laddermolen. Het idee is, er staat hier eentje verderop, dat kunnen jullie niet zien, maar dat zullen we straks wel op het grote scherm kunnen zien. Een vlieger die energie produceert. Hoeveel energie, dat gaan we hier op dit scherm ook doorlopend laten zien. En jullie zullen straks ook die vlieger zien op het scherm. En het idee is, als die vlieger omhoog gaat, dan trekt hij heel hard. En dan gaat hij met een touw, drijft hij een dynamo aan, waardoor je elektriciteit krijgt. Die vlieger wordt bestuurd door iemand met een radiografische besturing. En die vlieger gaat daarna, dus die weer hoog is, gaat hij naar beneden zonder hard te trekken en dan gaat het spel opnieuw beginnen. Het is gewoon enorm fascinerend. Het is fantastisch dat we dit voor de eerste keer doen. Een beetje een wereldprimeur. En ik vind het persoonlijk geweldig dat Jan Akkerman op deze muziek, of liever gezegd op deze energie, zijn muziek gaat maken. En precies. Dus ik moet eigenlijk helemaal niks meer verder gaan zeggen, want ik denk dat je gewoon moet gaan spelen. Daar zit niks anders op. Volgens mij is de techniek... Nee, niet meteen het doorheen lullen. Moet dat even wachten. Het enige wat ik nog te zeggen heb, dat Wubbo en ik gaan naar dezelfde kapper. Wubbo Okkels heeft nu het geld om een start te maken met het opschalen van deze nieuwe manier van energie opwekken. Over 15 jaar moeten megavliegers honderden megawatts binnenhalen op 10 kilometer hoogte. Wees eerlijk. Dit spreekt tot de verbeelding. Jan Akkerman speelt op windenergie. Helemaal fantastisch. Hier vandaan kon je af en toe de vlieger boven de bomen zien. Jullie zien real-time de vlieger die er boven staat en die hier bij Pasemade de energie heeft gemaakt. Maar, nee hoor, kijk maar. Zien jullie hem nu op het scherm? Ja? Is het niet fantastisch dat dit gelukt is? Daarom heb ik deze fles even opengetrokken. Ik weet eigenlijk dat je cola drinkt. Eén zip? Of durf je dit? Nee, oké. Ik neem het wel. Oké, Groningen. Het volgende weer, het is volgende.